Yo kijkers van Watchtracker, welkom bij deze nieuwe aflevering van natuurlijk de Let's Build. En ik heb vandaag al een episode opgenomen met natuurlijk meneertje Jappie de Jap, oftewel Dennis! Het is Dennis. Dennis, zeg maar. Het is Dennis. Oh, Dennis. En we gaan vandaag weer verder. Wat heb ik gedaan? Vorige aflevering is dit hele vette voorstuk afmaken. Dankjewel Dennis, het ziet er episch uit. Echt gewoon bel. Bel. Maar jij wilt toch met verlichting werken? Dus... Eigenlijk wel, maar ik ben even aan het kijken. Nou, wat ik ga doen, dan gaan we even gewoon even random wat toortjes neerzetten. En ik ga even goed in mijn stoel zitten, want dat is altijd wel even belangrijk. Gaan we zitten hier gewoon even... Kijk, ja, het is een beetje pijnlijk het wel, want... Dit komt allemaal van ouder dan... Ik heb geen kussentje, weet je wel. Weet je, ik weet niet of je het celtel kent. Celtel. Ah, oh, nice. En die hadden zo'n grapje gemaakt, namelijk van... mijn mama heel vaak in mijn kon met kussentje doen, iets heel meer kussentje. Ik weet niet of je daar bekend mee bent? Ja, ik weet wat je bedoelt. Ja, oké. Maar hier moet dus straks ook nog een etage opkomen. Dat heb je nog nooit in de film gezien, weet je dat? Je bedoelt hetzelfde als Blocks? Nee, maar ik bedoel gewoon hier, weet je. Maar gaan wij hier gelijk al de muur maken of moet er nog een pilaar bij komen? Want hoe jij het hier hebt gedaan, komt hier weer een pilaar. En of maken we dan nu al gelijk de muur of komt er een pilaar en dan een pilaar en dan een muur? Ik zie hier een foto, dan zie je dat het gelijk muur... Ja. En als ik bij de foto van de film kijk, dan... Duidelijk. Maar volgens mij is er nog een pilaar extra. Nou, dan gaan wij een pilaartje extra gebruiken. Volgens mij zelfs twee. Twee, ja, dat wordt me iets te intens. Ik vind één wel voldoende. Jij niet? Of wil je er echt twee maken? Want dan wordt het een beetje saai werk, weet je. Dat is niet echt leuk. Dat is niet zo amuserend, zeg. Is toch, dat weet je toch altijd, hè? Dat is altijd zo met die belletjes. Amai zeg, wat is deze? Dat is nu zo plezant, hè? Was de. Ja. Wat dan wel een beetje ingewikkeld gaat worden, is dat we naar al die pilaren. Want, oh nee, we hoeven het ook niet. Boom met World had het kunnen kopiëren en dan zo werken en plakken. Ja, maar in deze instantie kan dat ook gewoon, hè? Want eerst kon dat niet, maar omdat we nou niet hoeven te roteren, kunnen wij dat wel doen, hè? Beetje lekker slim zijn, dan zijn we... Ja, je hebt wat door, Dennis, je hebt me wat door, viespeuken! Ja, oké, weet je, sorry, laat maar. Beetje raar gedragen, mag wel in de dag, of dag maar, s'nachts, Oh, shit, man. Ik heb nou de hele tijd die Gondor slaps. Daar heb ik niks aan. Ik wil geen Gondor slaps, doe mij maar gewoon een Rohanik. Rohanik. Rohirrim. Milo Wanlen. Milo Wanlen. Maar heb je wel eens wat van anime gehoord of kijk je überhaupt anime? Nope. Ik had een hele discussie dit weekend met Demi. Er is zo'n anime die heet Attack on Titan, oftewel Titanen nemen de wereld over. Ja, daar is nou een film van gemaakt. Ja, die film was echt gewoon reet slecht. Ik weet niet of je dat gehoord hebt. Niet gezien. Ik wil ook niet kijken. Ja, nou, hij was echt gewoon slecht. Maar ze hebben dan zo'n introductie vanuit het Japans. En dan begint zo... Sie sind das Essen und wir sind die Jäger. Snap je dat? Of ben je echt gewoon net zo debiel in Duits als ik? Dennis? Nee, ik zat heel even een bericht te lezen wat Rowan zei op Skype. Ik stuurde die foto van de Helm's Deep en hij zei... Waarom zullen we niet gewoon een PME-account aanmaken waar we die dingen kunnen showcasen? Nee. Ik zeg gelijk nope. Nope. Nee, we gaan wel zoiets toch maken met z'n tweeën, of niet? Gewoon een Planet Minecraft shit of zo. Ja, dat doe ik al. Oh, ja. Ik heb de mijne in ieder geval al opstaan, dus. Oh, dus ik mag van Helm's Deep... Ja. Cool. Gaan we ook een vette cinematic erbij maken? Want zoals jullie misschien ook in de vorige King Wars aflevering hebben gezien, heb ik een cinematic effect toegevoegd. En dat is door middel van mijn PC van mijn broertje. Dus ik hoop niet dat mijn broertje dit ziet. Maar ik zet stiekem soms op zijn computer, want hij heeft echt een beest gaming PC. En ik heb daar snel Fraps op geïnstalleerd. En dan render ik het via Movie Maker, wat echt poepkwaliteit geeft. Maar dat maakt niet uit.
En dan, dan plaats ik het als het ware op zijn computer. Of dan zet ik het op mijn sticky en dan zet ik het over naar mijn computer. Maar dat weet hij niet. Dat weet hij niet. En wat niet weet, wat niet... Dit. Hé, jij snapt hem, Dennis. Jij snapt hem, hè. Want zegt, waarom niet? Ik zeg, waarom wel? Ja, als mijn broer... ik vind dat altijd zo vervelend, weet je. Want hij heeft natuurlijk ook een Wii U. En dat wilde ik toen vroeger ook wel eens opnemen met Zelda, weet je wel. Ja. Maar dan mocht ik niet meer opzetten, omdat ik iets fout had gedaan. En toen was ik bijna klaar met opname. Ik moest echt nog 3 afleveringen. Toen verbood hij het mij om op zijn Wii U te zitten. Toen dacht ik bij mezelf van, kom op, ik moet nog 3 afleveringen. Ik snap ook wel dat je iets verkeerd doet. Ik bedoel, als je op je Wii U gaat zitten, dan denk ik ook niet dat het zo slim is. Wauw, Dennis, wauw. Ja. Jij bent ook wel van de bingo club, of niet aan? Ik ben de grapmaker van de bingo club, ja. Ja. Hold your back, zegt hij nou. Of hoe ging dat ook weer in die video? Of in die video van, ik heb drak en een deka sigaar. Eentje uit Cuba. Maar dat mag niet van Lord Vader. En vind je het gek? Kijk eens in de spiegel of zo, weet ik veel. Ging hij ook weer? Nee. Jij kan hem heel goed, jij kan hem echt... Nee, wacht, hoe zei jij nou dat ging? Ja, hij mag niet van Lord Vader. Nee. Dan kun je naar jezelf. Nee. Kijk, het is... Ik trek in een dikke sigaar. Eentje uit Cuba, want die zijn behoorlijk lekker. Maar dat mag niet meer van Lord Vader. Weet je dat maar dan, kijk eens goed naar jezelf. Is de wilde kenning naar de Harry Potter hebben wij ons laten concurreren. Goeie reden terug te keren. Ik weet niet of hier zoveel licht vanaf komt, ik denk. Ja, anders moeten we ook maar die glow dingen doen die jij hebt, hè. Okay. Maar... Oh, die glow. Nee. Die zijn geklimd om mij klein. Ja, maar die moeten wel in de glinstering case, hè. Als die nog eventueel komen. Ja, ik weet niet. Harry Potter op Zwijnstein. Harry. Ja. Homo. Net zoals jij. Net als jij. Weet je wel. Ik weet niet of je het erg vindt. Ja. Die wat? Oh nee, dat was Henk. Vier pizza's. Of 5 pizza's. Tafel 4. Nu ophalen. Nu ophalen. Die pizza's waren volgens mij een beetje bedorven. Ik ga nu lekker Henk zoeken. Ga ik het even lekker in mijn feiten strikken. Of ga ik het even lekker zitten en even mijn feiten strikken. Zijn jullie Duitsers? Godverdomme, wat een kutbuis heb ik. Ik sla soms 2 keer per ongeluk. Dat is echt waar, daar met bouw, weet je. Maar ik heb wel een lekker FPSje nu, jongen. Een soepel FPS'je, als je zo kijkt, dan komen we er wel. Ik heb gelijk dat bovenste stukje ook een heel klein beetje ingericht. Wat? Oh, daarboven, oké. Okay. Ja, daar heb ik een klein... Maar wat we zo kunnen doen, we kunnen dan dit stuk gewoon kopiëren naar achterplaats en dan kunnen we de muur gaan maken met de poort erin. Maar dan moeten we wel even weer rekening houden met dat het wel fences moeten zijn. Want die kan die dan doorbreken met de Siege plugin. Als hij er nog is. Ik heb er al heel lang niks meer van gehoord. Dus ik weet niet. Hoezo? Ik vrijdag nog. Ja, oh ja, maar hij was er wel mee bezig geweest, toch? Of niet? Weet ik niet. Hij zat er nog in. Alleen het was niet in een jar of zo. Alleen in een script of zo. Oh ja, sorry. Ben ik alweer vergeten. Dat was het of zo. Omdat Tim of zo altijd scripts maakt van plaats. Ja, en daarom kon Lucas hem niet aanpassen. En dat vond hij wel jammer. Dat weet ik nog. Klopt, hè? Of heb ik het nou fout? Dennis. Hm? Heb ik het fout of heb ik het nu correct? Wat zei je dan? Want ik had even niet gezien... Van dat Lucas daar wel van baalde. Ja. Wordt er nou veel gezegd in de Skype groep? Nou, daarom was ik even aan het lezen. Nee, het was even discussie Goblin Town. Oh, ja. Dat, ik heb Rohan uitgedist. Ik zei, waarom wel? En nou krijg ik gewoon geen reactie meer terug. Dat is Rohan. Hij kan niet tegen kleine zekers. Niet dat je klein bent, maar hij kan gewoon niet tegen gezeik. Denk ik. Maar jij hebt grote tieten. Jij ook, Dirkje van me?
Ja. Nee, hoezo jij ook Dirkie van me? Ja, maar dat klinkt gewoon grappig, weet je wel. Jij ook Dirkie van me? Jij ook Dirkie van me? Ja, wel, dat zei ik zelf ook aan je herken. Ik toch niet. Dan kom ik even uitgedaagd. Oh, wacht. Ik krijg weer een reactie. Vertel ons. We willen fitty. We willen bloed zien. We willen bloed zien. La 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 la. En je hoort gewoon die orks elkaar ook gewoon helemaal afslachten hier, hè? Want hier zitten geen mensen van Rohan, of wel? Nee. Normaal zitten hier altijd wel Gondorianen. Maar vandaag zijn ze uitgestorven. Ze zijn gevlucht naar een nieuw land, genaamd Denestopia. Wacht. Even wachten, ik ben druk aan het lezen. Even wachten. Rustig! Ik weet niet of jullie daar ook allemaal een beetje door geflasht zijn, want iedereen die zegt rustig. In ieder geval bij mij wordt het echt fucking... Oh, hij bedoelt met PMC natuurlijk ook dingen, een project... Huh? Hij bedoelt een... ik dacht dat hij een YouTube kanaal bedoelde met die showcase. Nee, maar hij bedoelt gewoon een... Project... Ja, je weet wat ik ook, een Planet Minecraft account. Ja, maar waarom moeten we dat doen? Want dan gaat hij bouwt zelf niet veel, hè? Ja, dan gaat hij dat account aanmaken met allereerstrijk. Hey, fuck. Ja, weet je wat? We bouwen gewoon zo'n ding. Of we maken gewoon zo'n ding. En als hij een keer wat heeft gebouwd, dan kan hij erop. Hey! Ja, Ron is verder wel een goede gast, hoor. Maar hij doet niet echt veel. Hij is een beetje lui. Kan niet. Lade. Dan word ik er maar zo moe van, hè? Ik word er wel moe van in ieder geval. Zo. Maar je hebt hier dan ook straks nog gewoon genoeg ruimte om eigenlijk gewoon nog een etage op te bouwen. En dat is wel fijn. Maar hier moeten we ook nog wat doen. Oh, je hebt dat ding wel gekopieerd. Dat dak, maar je moet dan... Oh ja, ik snap. Ah, dat doe ik dadelijk wel even. Ja. Dat is goed, brother. Brother from another mother. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now we're here. Zo. Moet hij ook zo? Nee, hij moet volledig blok. Oh, nice, jongens. We hebben er nog een plafond in zitten. Maar er moet wel even verlichting bij, want anders spannen allemaal orks in het plafond. Maar dat kan natuurlijk ork, niet. Ork. Soep eetje met een lepel. Ork. Waarom zitten er altijd zoveel... Waarom zijn er zoveel orken grapjes? Omdat ze op vork lijken. Ja. Zo. Ik vind het er van de voorkant... geeft het al best wel veel interesse aan mij, zeg. Geweldig ziet het eruit. Fantastico. Dennis? Ja. Kan je muur ook nog even kopiëren en aan deze kant plakken? Dat doe jij maar. Ja, maar ik heb geen shawarma vlees in mijn... halal, maar ik fix wel, brother. Nee, het is halal. Halal vlees. Halal vlees. Oké, brother. Halal Akbar. Halal Akbar? Oké. Je moet even daar die dings even opnieuw plakken. Ja, wacht even. Ik ga nou even dit doen. Zo. En dan moet ik even het tweede punt pakken. Dat is altijd wel even lastig en zo. Dat kan niet altijd even makkelijk. / post 2. Ik heb het hele ding al gekopieerd, dus ik neem aan dat je alleen een muur doet. Je bedoelt, wacht even. Dat kijk, ik dit doe. Dit. Fuck jou, je bent net sneller dan mij. Motherfucker. Oh, je hoort ook allemaal gewoon die orks doodgaan. Zo van. Oké, dan moeten we even kijken of we hier ook wat verlichting op de muren kunnen doen, want anders is het echt heel donker hier. Ja, de vloer is in ieder geval sowieso weer gefixt. Ja, zal ik de vloer fixen dan? Ja. Klein momentje. Dan hebben we gewoon bijna de binnenkomsthal al gewoon af. Ja, de binnenkomsthal, dat is gewoon nog de... Of de overkapping. Ja, ja. Het is een kaartpoort, alleen zonder kaart alleen wel wat meer poort. Hey, maar Dennis, wat vind je van mijn nepgras dan, van mijn kunstgras voor voetbalveld? Wat? Dit is een kunstgras voetbalveld. Heb je zeer dat niet? Ja, het is alweer steen geworden. Ik ga die toortjes even weghalen van de vloer. Anders wordt het een beetje heel licht hier. Dan wordt hij helemaal high. Zo high.
Maar we kunnen hier toch ook gewoon die muren die jij daar hebt gemaakt, hè? Die kunnen we toch ook gewoon hier weer inkopiëren? Ik kan kopiëren, dat zei ik net al. Ik dacht dat je dat ging doen. Oh. Ik heb niks gevraagd. Ik ben slecht. Ik ben gewoon een hele slechte boy. Het spijt mij, heer Dennis. Graaf taak. Graaf taak. Graaf taak, jongen. Die moet dus wel zo. Ik heb weer een foutje gemaakt. 100ste keer, altijd al gezeik met mij. Altijd al gezeik met jou. Maar we moeten sowieso zorgen dat dit wel verlicht blijft, want dan kan je ook gewoon echt zien zo van. Maar ik denk dat als ze de twee hadden gedaan, dat er meer zo'n. Dan heb je meer het gevoel dat je echt hun dwergenrijk ingaat. Ja, klopt. Dan zijn er te veel pilaren. Zo. Tun, 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 tun. Plaats gewoon op alle dubbelslabs, plaatsen gewoon een torch. En dan moet het wel goed komen, denk ik. Dan is het gewoon wel goed verlicht, denk ik. Want als het dan donker is, dan kan je ook gewoon echt zien wat er gebeurt. Zo, perfect. Genoeg verlichting. Alleen die even weghalen. En dan moet dit ding nog even in het plafond. En dan hebben we helemaal nergens meer last van. Maar waarom kan die hier niet? Even zien. Oh, daar hing nog wat. Of niet? Nee, hing helemaal niks. Hé? Daar snap ik er niks meer van, Dennis. Oh, zo moet die. Ik snap hem al. Hoe kan dat? Dus straks was ze hem hier al de tijd. Zie je in de chat? Wat? Ja, nee, ik herken het ook niet. Zo, klaar. Nice. Dan moeten we maar beginnen met de poort, of niet? Nee. Wat? Oh, je bent daar nog mee bezig. Zal ik dan de poort doen? Ja, yeah, I wish you good luck with that. Thank you very much. Fans is erin. Ik ben al klaar, Dennis. Nee, want er zit allemaal gravel en dat is echt een hel. Nou, dan zet je een toortje onder. Oh ja, kan ook nog. Zo doe ik het de hele tijd, gewoon op de survival stijl. Ik zet hier wel eerst allemaal even torch onder. Dit heb je toch geleerd toen, toch van PME of van Tales of the Empires. Of hoe heette dat ook, hè? Mysteries of the Elements. Zo. Weet je nog? Met al dat zand scheppen. Nee, ik veranderde alles toen in steen. Met de aardbeien sturen. Oh, met urbanning, ja. Ja, en dat je dan kon ik juist daarmee kobbel met de sandstone farm. En dat kon ik dan weer gebruiken in de muren. Ah. Dat was vrij slim van u, meneer. Doe het niet, zei buurman Mol. Doe het niet, zei buurman. Doe het niet, holy fuck, mama. dit is ook van alle gravel die jij zelf hebt geplaatst, ja. Geniaal. Daarom is het zoveel. Maar dan krijg je hier dus ook... hier komt dan een hal en dan krijg je de troonzaal, of niet? Volgens mij is het direct de troonzaal. Ik weet het niet, want dat is voor mij heel onduidelijk. Omdat het allemaal buiten de film om is. Nou, laten we gewoon één hal maken en dan de troonzaal, want dan kunnen we nog twee poorten erin kwijt. Dat is wel chill. Stallen maken. Ja, stallen, ja, maken we hier gewoon eerst de stallen. Of niet. Kijk hoe het eruit ziet, ja. Wat jij leuk vindt, Dennis. Ik ga hier wel een soort van houten poort in maken. Een houten fanspoort. Wat vind jij echt de mooiste ost, oftewel de mooiste soundtrack van The Lord of the Rings? Waarvan je echt denkt van wauw. Leek aan. Ja. Dat jij dat leuk vindt, dat wist ik niet. Dat hoor ik ook niet elke dag op Teamspeak. Maar 100 keer of zo, dus. Maar Leon, hoe lang zijn wij eigenlijk al bezig als ik vraag? We maken deze poort nog even af en dan is het klaar. Oké, ik help wel. Dan moeten we de volgende keer weer deze ruimte. Ja, plaats de hekjes. Wacht even, wel mooi afwerken. Dus nou nog even vullen met de achtergrond van steen. Zo. En dan maken we hier gewoon de poort. En dan moeten ze hier doorheen zien te breken. En als je hier doorheen breekt, dan ben je eigenlijk binnen. Ja? Oh. Wacht, Dennis. Oh, je bent fucking snel. Hoe kan je dat zo snel doen? Ik kon het snel bouwen. Ja.
weet bij je mij, toch. Bij mij willen ze dat nooit. Wacht even hoor. Ik denk dat dit toch wel iets mooier is. Zo. En dan die hier. Die... Laat dat is wel. Door. Nee, ik zou die... Nee. Laat dat gat in het midden zitten daarboven. Ik denk dat daar... Dit is toch mooier zo? Nou, maar ik denk toch dat je die boven... Als ze het toch weer wel uit mag laten. Wat? Die boog? Ja. Ik kan hem zo laten. Misschien dit nog. Ietsjes dikker hout. Want het moet natuurlijk ook wel een beetje een fatsoenlijke poort zijn. Ja, dit kan ermee door. Ik vind het nou weer heel vierkant. Ja, doen we maar gewoon zo. Zo is hij wel goed. Nou heeft hij ook een beetje die halve ronding. Dus beter, ja. Laat hem zo. Oké, mensen. In ieder geval, dit was alweer de 17e aflevering. Ik hoop in ieder geval dat jullie ervan genoten hebben. Doe natuurlijk eventjes dat duimpje omhoog. En zoals ik in de vorige aflevering heb beloofd, als we op die video 40 likes zitten, ga ik wat meer spoileren over de PME-server. Dus heb je die nog niet geliked? Kijk dan even naar de vorige aflevering. Doe dan alsnog een like erop. En dan weten jullie wat meer van PME die binnenkort weer gaat beginnen. Binnenkort kan zijn een half jaar tot een jaar. Dat vinden wij binnenkort. In ieder geval doe natuurlijk hier ook even een duimpje omhoog. Subscribe natuurlijk ook op het kanaal van Dennis en op mijn kanaal. En laat even in de reacties achter welke landen je eigenlijk zou willen joinen op PME. Want misschien kunnen we daar wel iets mee doen. Want dan kijken we een beetje welk land heeft de meeste populariteit. Is dat Harad? Is dat de Realms of Man? Misschien dat daar iets meer invites voor komen. Maar goed, in ieder geval, meer kan ik niet zeggen. Dus tot de volgende keer. Tot ziens. Later.